Beste collega's, de ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsvoorzieningen en alternatieve aandrijfsystemen hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan. Om toch veilig te kunnen werken tijdens TAV-incidenten hebben we gelukkig het crash recovery systeem op onze voertuigen. De kerkgroep TAV heeft voor jullie een leerfilm gemaakt over het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van het crash recovery systeem. We wensen jullie veel kijkplezier. Wanneer aanrijdend nog geen kenteken bekend is, is het belangrijk dat we ter plaatse zo snel mogelijk de juiste informatie ophalen. Hiervoor kent CRS drie opties. Handmatig zoeken op type of kenteken. Het fotograferen van het kenteken. Of het scannen van een QR-code indien aanwezig. Vaak vind je deze in de tankvulopening of aan de binnenkant van de deurstijl. Bij het opvragen van de gegevens van dit voertuig blijkt het om een Mercedes e-Vito met elektrische aandrijving te gaan. Bij het werken aan dergelijke voertuigen hanteren wij een stappenplan om er zeker van te zijn dat het voertuig uitgeschakeld is en wij veilig kunnen werken. Dit stappenplan kun je vinden onder de button Deactivering. Bij een botsing met airbagactivering zal het aandrijfsysteem worden uitgeschakeld. Hier mogen we echter niet van uitgaan. Stabiliseer daarom het voertuig. Blokkeer de wielen. Zet het voertuig in de parkeerstand en activeer de handrem. Brand de ready indicator op het dashboard. Verwijder dan de contactsleutel en bewaar deze op minimaal 5 meter. Staat het voertuig na deze handelingen nog steeds ingeschakeld, dan is een laatste optie eventueel het gebruiken van de service noodschakelaar. Aan de bijrijderszijde van dit voertuig zit de hoofdstroomvoorziening van het 12 volt circuit. Deze kunnen wij uitschakelen door het doorknippen van de kabel. Vanaf dit moment kunnen wij veilig aan het voertuig werken, maar wees bedacht op de hoogspanningscomponenten en drukhouders. Nieuw in CRS zijn de buttons brand en in water, welke een handelingsperspectief geven voor deze situaties. Tevens is het in CRS mogelijk om voertuigen toe te voegen aan een voertuiglijst. Zo kun je bij een incident met meerdere voertuigen snel schakelen tussen de betrokken kentekens.